Als je me net even voor dat ene nachtje doorgewerkt. Of even die lunchpauze had overgeslagen. Of net even iets harder door het ziekenhuis gerend. Met dat serum van je. Oh nee, nee, maar waarom zou ik me uitslopen voor mijn zoon die helemaal niks goeds kon doen? Hey, oh ja, kom maar. Hé, achter. Dus ga je lekker je gang gaan. U moet mij zeggen, hoe gaat het met Edwin nu? Dokter Anton, ik kan alleen maar bidden voor hem en u. Elke keer denk ik weer, waarom ging Ron nou heen? Dokter Anton, help hem, breng het serum er snel heen. Zeg me, blijft u bij Ron alleen maar? Is Edwin nu niet meer in gevaar? Anton, ik ben zo bang. Heel mijn leven was altijd alleen voor hem. Heel mijn leven is niets meer zonder hem. Alles geven, wil ik maar hou Edwin bij mij. Oh, ik mis hem, ik hou zo van hem en ik mis hem. Maakt u zich vooral veel zorgen, net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen, zijn moeder blijft bij hem. Maar gisteravond lag hij daar, ik heb hem zelfs gekust. Er is ook iets bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust. Zeg me alleen de waarheid maar, ik sla Jack later wel in elkaar. Dokter, ik ben zo bang. Heel mijn leven was altijd alleen voor hem. Heel mijn leven is niets meer zonder hem. Alles geven wil ik, maar hou het in bij mij. Oh, ik mis hem. Ik hou zo van hem, maar ik mis hem.